Veel inwoners vinden de Wagenstraat in Woerden erg rommelig en onaantrekkelijk in vergelijking met veel andere plekken in het centrum. Vanuit het gemeentebestuur is er een sterke wens om daar verandering in aan te brengen. Wij spraken hierover met Richard Stouthart, voorzitter van de winkeliersvereniging in Woerden. Richard Stouthart, voorzitter van de winkeliersvereniging. We staan hier aan de Wagenstraat en daar zijn volgens mij plannen voor. Ja, dat klopt. Die plannen zijn nog... Sommige zijn rijp, sommige zijn heel erg groen. Maar wat op dit moment gebeurt is dat er inventarisatie wordt gemaakt om te kijken wat stakeholders, mensen uit de binnenstad, ondernemers, bewoners, de kerk, iedereen, wat we met deze Wagenstraat zouden moeten willen. En ja, dat is divers. Moeten we wat willen? Nou, op dit moment is Woerden eigenlijk prachtig. Er wordt van alles gedaan. Er wordt aan beschoeiing gewerkt, de Rijnstraat is opgeknapt. Het ziet er eigenlijk prachtig uit. Alleen de Wagenstraat is een beetje het laatste fratje van de stad nog, zoals dat soms genoemd wordt. En ja, het is ook tijd om dit op de schop te nemen. De wortels hebben het straatwerk helemaal aangetast. Er ligt niet één tegel recht. De bomen zijn prachtig en zorgen ook weer voor overlast. Dus het is allemaal een beetje half. Het is heel donker in de stad. Overal hangen al nieuwe lantaarnpalen. En hier staan nog de oude. Het is gewoon hard aan een opknapbeurt toe. Bij de Bonaventurekerk schijnt ook zo'n bult te liggen. Er moet er nog eentje zijn, maar ik weet niet precies waar. En daarom staat hij dus ook wat hoger. Het blaadje van de kerk heet ook Op de Hoogte, dus vandaar. Maar dat maakt ook bijvoorbeeld wat hier met de Wagenstraat kan gebeuren ongewis. Omdat we kunnen hier niet de grond in. De kerk schijnt namelijk niet onder hei te zijn. En als je dan gaat graven, ja, dan valt die om. Dus we kunnen van alles hier op het plein, als het maar op straatniveau is. Wat zijn, laten we zeggen, de ideeën om dit, laten we zeggen, anders te laten worden? Nou, die zijn heel divers. Het grappige is namelijk, als je om je heen kijkt, zie je een plein, maar het heet de Wagenstraat. En dat komt omdat hier vroeger huisjes stonden. Het waren huisjes waar mensen, zieken, armen en dat soort bewoning was hier. En dat is nog niet eens zo heel erg lang weg. Volgens mij nog geen 40 jaar geleden. Toen is dit een plein geworden. En ja, misschien is het al een idee om weer die straat terug te krijgen. Dus echt een Wagenstraat van te maken voor woningbouw. De pastorie zou misschien daar een onderdeel van kunnen zijn. Het klooster wil graag meer ruimte hebben. We willen kijken of we de aansluiting met van de Albert Heijn richting de binnenstad beter kunnen maken. Er zijn ontzettend veel plannen, bijvoorbeeld een evenemententerrein. We hebben namelijk toch buiten de stad hebben we het exercitieveld waar van alles kan gebeuren, maar in de stad zelf hebben we dat niet. Je zou kunnen zeggen dat het plein bij de Peterskerk daar geschikt voor is, maar daar zijn twee keer per week markten. Dus je kan moeilijk daar langer achter elkaar wat doen. Net zoals in Utrecht rond de Dom heb je zo'n soort kloostertuin achter principe. Misschien is het ook wel wat voor hier. Er zijn zoveel plannen dat je eigenlijk nog niet kan zeggen dat er een concreet plan is. Maar wat belangrijk is dat het idee wat er bestaat, is dat het een soort verbindingszone tussen station, Defensie-eiland, dat dit een soort trechter zou moeten worden waar zeg maar vanaf het station dingen de stad in verder gaan gebeuren. Zeg maar. We hebben een behoorlijk kijkje gekregen, laten we zeggen, in een aantal ideeën. Ja. Maar wanneer verwacht je dat er, laten we zeggen, wat ideeën geconcretiseerd gaan worden? Ja, dat hangt van zoveel zaken af. Ik weet het eigenlijk niet. We hebben 2022 als tip op de horizon gezet, omdat Woerden dan 650 jaar bestaat. Maar ik denk dat het nog even duurt voordat de schop hier in de grond verdwijnt. Voordeel is wel dat het echt hard nodig is om wat te doen. Dus er zijn dingen die met onderhoud mee moeten. Dus die kunnen al wat sneller gebeuren. En er zijn dingen die daadwerkelijk echt ideeën uitgewerkt moeten worden. Ik heb geen idee over termijn. Het is nu allemaal nog zo in de bedenk- en ontwikkelfase dat dat weet ik niet. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Voordat de Wagenstraat mogelijk een soort binnenstadsplein gaat worden, moet er nog heel wat water door de Rijn stromen. De ideeën van het stadsbestuur zijn om van de Wagenstraat een soort poort naar het centrum te maken.